Hoi allemaal, deze leuke kersjes zijn niet heel moeilijk om te maken. Ik ga jullie nu laten zien hoe je ze moet maken. Je hebt nodig 1 loom, rode bandjes, groene bandjes en een haaknaald. Ik gebruik niet aan. We gaan beginnen om onze loom te draaien, zodat de pijl naar ons toe wijst. Ik heb geen pijl, maar ja, jullie kunnen het zo goed zien. Ik heb zelf een pijl gemaakt, hier zo. Hier zo. En laten we beginnen. We beginnen met 2 rode bandjes. Naar hoog, naar rechts. Ik zal even mijn licht een beetje beter zetten. Ik weet niet, volgens mij is het niet heel veel veranderd, maar oké. Okay. En dan van het midden naar links. Zo. Dan gaan we aan allebei de kanten 2 keer naar beneden. De ene kant. En de andere kant ook 2 keer. Dus 1 keer. En de laatste keer. En dan gaan we van de rechte pion naar het midden. Of van het midden naar de rechte pion. Maar dat is eigenlijk uiteindelijk hetzelfde. En nu doen we hetzelfde aan de andere kant. Let erop dat je de hele tijd 2 bandjes tegelijk gebruikt. Zo ziet het er nu uit. Dan gaan we dit rijtje ook nog even voorwerken. Van boven werk je naar beneden. Dus 3 keer. Dit was de laatste keer. We gaan nu nog even 2 elastiekjes hier zo als een driehoek plaatsen. En als laatste druk deze middelste pion hier beneden even alles naar beneden. Je pakt 1 rood bandje en maakt een capband van 3 ringetjes. Het kan op 2 manieren. Dus dit is 1, 2, 3. Ho. Ik weet niet of jullie het misschien zo beter kunnen zien, maar ik doe mijn best. Ik heb nu 3 ringetjes gedaan en ik laat het jullie nu even zien hoe ik het met je haaknaald kan doen. Dat vind ik zelf fijner. Je doet het deze stukje op je haaknaald. Dit is 1, 2, 3. Pak je het met je vinger, ga naar de pion en zet je het erop. Zo kan het ook. Zo ziet het er nu dan uit. En we kunnen beginnen met haken. Je steekt onder de 3 bandjes van de capband. Pakt de bovenste 2. Oei, ik heb per ongeluk de bovenste 3 gepakt. Breng ze even terug. Ja, dat is even een misverstandje. Wacht, ik kom zo terug. Ik heb de bovenste 2 restjes gevonden. Je brengt ze over de pion heen. Naar voren. Dus
steek je weer in de capband. Pak de bovenste twee. Oh, ik heb de bovenste één gepakt. Ik steek opnieuw in de capband. Pak de bovenste twee. Ja, ik heb ze gevonden. Over pion heen. Naar links. Ja, waar ze vandaan komen en deze kant van links. Steek er nog een keer in de capband. Pakken de bovenste twee. Er zitten er nog, maar twee stukjes op. En die brengen we naar rechts. Daar komt hij bij mij vandaan. Zo ziet hij er nu uit. We gaan de middelste pion naar voren haken. Zo, en de laatste middelste pion. En sorry, dat was mijn telefoon. We gaan nu de linker pion doen. Linker rij. En dan gaan we ze allemaal naar voren brengen. Je steekt hier, duw je het elastiekje van de driehoek, duw je even naar achteren. Pak de bovenste twee. Over de pion heen. Naar voren. En de laatste steekt in de laatste pion en deze komen van het midden. Je ziet dat hij hier. Wacht. Oh, mijn iPad viel. Je ziet dat er hier geen mooie druppelvorm is gecreëerd. Dus we steken hierin. We rekken zo'n beetje naar hier en hij is mooi op zijn plek geschoten. Ja, ik zat even te kijken, want het leek hier heel dun. Dus ik wist niet of het twee elastiekjes waren, maar volgens mij is dat wel goed gegaan. En sorry voor dat zo net mijn iPad viel. Dus dat was even een misverstandje. Maar we steken nu in de rechte rij in. Ja, pakken de twee bovenste. En brengen die naar voren. Steken hierin. Duwen deze twee elastiekjes van die driehoek naar achteren, pakken de twee bovenste en brengen ze één pion naar voren. Steken hierin, er zijn geen elastiekjes om naar achteren te duwen. Dit elastiekje brengen we naar het midden. Alles is gehaakt zoals je kunt zien. We gaan nog even een knoopje maken op deze laatste pion. Steek erin onder alle elastiekjes door. Een rood bandje. Zet je op je haaknaald, trek je uit. En dan trek je je haaknaald door al die rode elastiekjes heen. En dan doe je dit lusje ook op je haaknaald. Dan haal je de achterste over de voorste elastiekje en over je pion. Over je haaknaald bedoel ik. En dan trek je het een beetje aan. Dat het stevig vast zit ook. En nu kun je het van je loom afhalen. De elastiekjes, want alles is gehaakt. En de laatste. Die vind ik echt heel lastig. Ik probeer het voorzichtig met mijn vingers te doen. De rest haalde ik met mijn haaknaald eraf. Maar deze met mijn haaknaald gaat niet lukken. Hij is van mijn loom af. Lijkt echt helemaal nergens op. Ik ga het nu een beetje in de goede vorm rekken, trekken, alle kanten een beetje opbewegen.
Het is gewoon een beetje proberen. Ik vind mijn nu wel mooi rond. We gaan nog even dit lusje wegwerken. Je steekt met je haaknaald gewoon ergens in. Pak je het lusje op je haaknaald. En dan trek je die er. Die trek je er doorheen. En dit doe je net zo lang totdat het lusje mooi is weggewerkt. Ik steek er ergens anders in. Pak mijn lusje. Trek hem er doorheen. Dit is onze eerste kers. Je steekt nu in de onderkant waar de capband zit. Je steekt onder die drie ringetjes. Je pakt één groen bandje. Trekt die uit. Trek de haaknaald er doorheen. En zet je de andere kant van het elastiekje erop. En haal de achterste of de voorste over je haaknaald. Dan trek je hem aan. Dus de eerste kers. Ik ga net als bij deze twee kersjes maken. Je kunt nu de video even terugspoelen. En dan kun je alles nog een keer doen. En ik kom zo bij je terug. Want ik ga het ook even doen. Als je kunt zien heb ik er nu twee gemaakt. En dan gaan ze nog even aan elkaar vastmaken. Zodat die kersjes mooi aan elkaar. Ja, zodat ze gewoon aan elkaar vastzitten. Je pakt dit lusje op je vinger even. Je trekt het andere lusje weer doorheen. Zo. Dan haal je dit lusje hier over de kers heen. Waar het lusje vandaan komt. Zo. En nu zie je dit. En dan trek je het aan. Dat er een klein knoopje is. En ja, dit is zijn twee kerstjes. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte bent van mijn nieuwste video's. Doei!